Jongens, we lopen in zo'n mooi bos. De blaadjes zijn mooi oranje. Paardjes zijn ook. Oh, Marlie. Hoi allemaal, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Het is vandaag zaterdag en het is zo ontzettend lekker weer. Zonnetje schijnt en het is helemaal niet zo heel erg koud. En de herfstkleurtjes, ik weet niet of je het kan zien, die zijn super mooi. En dat betekent dat ik vandaag lekker een buitentje ga maken. Ik zit lekker op Marlie. We zijn weer lekker bitloos. Ik heb ook geen bit meegenomen, want met Tessel en zo ging het vet goed doen. En ik heb ook mijn springzadel om. Na Tessel kreeg ik ook heel vaak de vraag wat ik nou fijner vind. Omdat ik daar ging uitproberen of ik dressuur of springzadels fijner vind. Maar ik ga lekker voor het springzadel. Dus die heb ik nu om. Ik moest echt mega snel opzadelen. Ik vertel jullie straks even waarom. Ik fietste de IAT voorbij. Lekker awkward om dit zo te doen. Maar ze glimlachten nou. Dus dan is altijd goed. Ik heb mijn GoPro op. Ik ga namelijk met Made vandaag buiten rijden. En Made hebben jullie al een tijdje niet meer in mijn video's gezien. Komt natuurlijk omdat Made is verhuisd van stal. Dus weer terug naar de oude wei. En Made is gaan studeren in Utrecht. En zij woont daar nu ook. Ja, en ik studeer natuurlijk in Dronten en ik woon daar. Dus het is echt best wel lastig om af te kunnen spreken of iets. En dat hebben jullie misschien ook al gezien met Hinneke. Want Hinneke is absoluut niet op de goede datum online gekomen. Het is zelfs dat we vandaag pas Hinneke gaan opnemen. En het is vandaag al 6 of 5 november of 4 november of zo. Dus hij is best wel een beetje aan de late kant. Maar ja, het is gewoon best wel lastig om zo af te kunnen spreken. Maar ja, gaan we dus vandaag lekker rijden. Dan gaan we ook even pannenkoeken eten bij dat restaurant. En dan kunnen Marley en Wesley in die paddock daar gaan staan. Maar die is er alleen al, omdat ik dus een beetje aan de late kant ben. Maar ik had vanochtend een afspraak met iemand. En dat liep een beetje uit, want het ging hartstikke goed, gezellig, leuk en allemaal en zo. En we hadden blijkbaar om 1 uur afgesproken daar. En ik dacht dat we gewoon nog helemaal niks hadden afgesproken. Dat we dat gewoon nog zouden bespreken, zeg maar. Maar ja, dat dus. En ik kwam net van stal voorbij. Dus zij is daar nu al. Dus ik moet even een beetje opschieten. En daarom ook heel erg haast en opzadelen. Maar ik zal je een klein beetje klappen van het gesprek dat ik vanochtend had. Ik moet namelijk op buitenlandse stage gaan. Dat moet voor tussen mijn tweede en derde jaar in. Moet in het buitenland zijn. En ik heb contact met iemand uit Curaçao. Dus dat is echt super vet. Maar ik ga hier nog even een apart video over maken. En er komt nog heel veel andere dingen bij kijken. Echt super leuk project wordt het. Mijn arm gaat echt mega veel pijn doen. Dus geef mijn arm ondersteunen. Dus dat is een beetje het idee. Vanavond slaap ik bij Made, want ik ga morgen naar Paartenkoets toe. Dus dan is dat chill als ik hier kan slapen. En dan kunnen we nog even een livestreampje doen vanavond. Dus ja, als deze video online komt, is die natuurlijk al lang geweest. Maar dan weten jullie dat het ook allemaal vandaag was. Nou, ik ga even verder haasten. Ik heb lekker GoPro'tje op, wat ik al zei. Omdat het echt super mooie herfstkleuren zijn overal. En ik weet nog van vorig jaar toen ik een herfstbuitenrit ging doen, had ik mijn GoPro niet bij. En had ik echt super veel spijt van. Want de kleuren in het bos zijn zo vreselijk mooi nu. Dus daar gaan we lekker video's van maken. Dus veel plezier met kijken. For you, didn't I say I'm sorry? Didn't I do the best I could? You have high expectations. Don't I know that you've explained it? How I should prove myself to you? But I can't when I'm with you. I need to laugh again. But I can't when I'm with you. I need to find my way by myself. Ja, dat is een boek die ook. Het was in zijn haar volgens mij.
Wij zitten in het restaurant en we hebben pannenkoekjes. Maré heeft pannenkoek met spek en kaas. En ik heb pannenkoek met spek die onderbelofte door de stroop en suiker is. Eet smakelijk. Paardjes zijn ook... Oh, Marlie. De opgezadeld. Oh, ze zijn zo schattig. Ze kwamen hier helemaal chillen. En Marlie staat daar zo op het blok. Vet cute. Helemaal trots, hè? Oh, kindje, je bent zo trots. Marlie heeft echt iets nieuws uitgevonden. Hij doet altijd zo vaak zo zijn hoofd naar de camera. Zo. Wat zien we? Gaan we lekker rijden? Kijk dit dus. Dat doet hij gewoon uit zichzelf. Echt een weird paard ben je. Poepje? We lopen in zo'n mooi bos. De blaadjes zijn mooi oranje. En een mooie madeira. Ja. En kijk hoe schattig dit beekje is. Het is zo cute. Het is echt een bosbos. Het paard is blij. Complicated, but the line is crossed. I'm waiting for a sincere apology. But you can't when you're with me. You need to find a way. But you can't when you're with me. You can with everyone else, just not me. Ik ben weer op stal en het is een beetje donker zoals je kan zien. Buiten is het nog wel licht, maar het is wel donker. Maar in de stallen, ja, ik hoorde dus dat er een stroomstoring is. Dus ik kan niet licht in de stallen aanzetten. En daar is Popje. En hij heeft dan weer zijn dekentje om. Nou, het was een super gezellige buitenrit. Ik had een beetje zo mijn twijfels over als we uit elkaar moeten gaan, want dan vindt hij nooit zo leuk. Maar hij heeft zich echt heel goed gedragen. Hij liep gewoon door, heeft twee keer gereden, ik denk dat was het. Hij werd dan alleen wel heel erg druk. Ik had het liefst nog even een pad gehad dat hij even zijn energie eruit kon. Even een rengelopje. Maar er waren niet zulke lange paden meer. Dus als hij dan in rengelop zit, dan moet ik hem naar 5 meter weer terughalen. En daar maak ik hem niet gelukkig mee. Dus ik heb heel veel moeten stappen of in het draf. Maar dan moest ik heel de tijd aan de teugels gaan hangen. En ja, hij had natuurlijk bitloos heel veel op zijn neus te drukken. Maar ja, hij reageert wel gewoon goed op. Hij komt wel terug. Dus dat is wel fijn. Hij staat natuurlijk nu lekker in zijn stalletje. Ik ga even mijn spulletjes opruimen. Ik heb echt altijd van dat... Lekkere caphaar als je je cap afdoet. Oh ja, en ik had nog even een vraagje aan jullie. Maar Marlee en ik hadden over wat ons favoriete seizoen is. Omdat de herfst altijd zo super mooi is. En qua mooiheid vinden we de herfst het mooiste. Maar als je een seizoen zou moeten kiezen, dat bijvoorbeeld altijd zou zijn, dan zouden we lente of zomer kiezen. Dus laat even in de reactie hier beneden weten
wat jouw favoriete seizoen is en waarom dat zo is. Dan wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik hoop dat jullie het mooi vonden met de super mooie buitenrijomgeving. En vergeet deze video vooral geen duimpje omhoog te doen. Als je het leuk vindt. En dat vind je, hoop ik. En te abonneren op mijn kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. En dan zie ik jullie graag bij een nieuwe video weer. Doei doei!